De sloop is vanochtend in volle gang. Bij hoge uitzondering mag huiseigenaar Ellen Spittel Jansen een kijkje nemen op het bouwterrein. Eerst de portiek en dan de rechterdeur, daar ging je naar boven. En dan kwam je in mijn huis uit. In april 2014 worden drie panden in de Margrietstraat 's nachts ontruimd door de gemeente. Er is instortingsgevaar. Later wordt besloten om de huizen te slopen. De staat van de panden is zo slecht dat er zelfs geen kraanmachine aan te pas komt. Door de trillingen van de kraan, als we daaraan gaan trekken aan de woning, dan ja, dat is niet bevorderlijk voor de omliggende woningen. Omdat het allemaal al in zo'n slechte staat is hier ook. Dus we gaan het gewoon met de hand pellen. Ondanks dat haar huis straks is gesloopt, blijft Ellen achter met een hypotheek. Ook moet ze de kosten van de sloop betalen. Ja, het is voor ons natuurlijk drama dit. Ja, ik bedoel, in het begin hebben we onze spaarcentjes hebben we erin gestopt en we hebben niks meer. En ik weet ook niet waar we eindigen. Nu heb jij heel veel gezien in je leven. Ja. Hoe erg is dit? Ja, erg. ik zou er niet in willen wonen in ieder geval. Nou ja, het staat gewoon op instorten op sommige delen. De sloop van de panden moet nog dit jaar zijn voltooid. Het was al een verdrietige situatie, al 2,5 jaar lang. Dus dit kan er ook nog wel bij.